Absoluut de eerste hoofdrol in een internationale film. Ja. Ja. En wat zien ze in je? Ja, wat zien ze in me? Dat vraag ik me nog steeds af wat ze in me zien. Nee, ja, ik denk dat ik ook wel een beetje een Engelse kop heb. Af en toe word ik ook wel in het Engels aangesproken op straat. Dus ik kan misschien wel wat Brits overkomen. Dus ik denk dat dat heel goed past bij de film. I haven't watched TV or read the papers for 10 years. Really? Not once in 10 years? I've been in my room a lot. What did you do for 10 years? I've talked to my friends, my internet friends. Dat je in de film blijven hangen, ja, dat nam me op een gegeven moment wel echt over. De depressiviteit van het karakter in de film kwam ook wel echt bij mij terecht. Maar dankzij mijn vrienden heb ik daar heel goed over kunnen praten. En het was de eerste keer dat dat gebeurde voor mij als acteur zijnde. Dus daar moest ik ook mee leren omgaan. Maar het was een hele leerzame ervaring. Robert is al jarenlang hier tegenaan aan het hikken. Hij heeft met Spielberg gewerkt. Hij heeft natuurlijk de internationale allure. Hij heeft een goed hoofd, een sterk, krachtig karakter. En gewoon een steengoed acteur. Dus wij hopen allebei heel erg dat het gaat lukken. Maar of hij nou internationaal gaat doorbreken. Ik bedoel, ik denk dat dit weer gewoon een goede zet is in zijn carrière. Robert heeft een heel bijzondere uitstraling, vind ik. Ja, een hoofd wat je niet vaak ziet. En je kunt er van alles op projecteren. Hij heeft iets heel sterks, maar ook iets heel kwetsbaars. En dat met een mooie rossige haar. Ja, het is een hele bijzondere Ginger. We krijgen hele mooie recensies van over de hele wereld. Dus ik ben echt ongelooflijk trots dat we hem ook nu hier in Nederland kunnen laten zien aan het publiek. When I was 16, I walked in the woods behind my house. And I found a girl. She had hanged herself from a tree. And it was a very popular girl from school. Het is heel erg tof, maar ik ben er nog lang niet. Ik moet nog heel veel leren. En AT5 is natuurlijk de zender van Amsterdam. Ik ga bij toneelgroep Amsterdam spelen. Dus ik ga lekker veel in de stad Schouwburg staan op het Leidseplein. Dus daar ben ik ook heel blij mee dat ik dat mag gaan doen. En daar kijk ik heel erg naar uit. En dat wordt dan weer de nieuwe stap in mijn carrière, toneel op.